Continu. Extra. Altijd in de buurt. Radio Drenthe. Het is bijna 6:15. Goedenavond. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat hij als Jood ondergedoken in Nieuwlanden. Toch wist de nu 90-jarige Max Leons honderden Joden voor een zekere dood in de vernietigingskampen te behoeden. Hij vond voor hen ruim 200 onderduikadressen in Nieuwlanden en de omgeving. Mede op uitnodiging van Plaatselijk Belang komt Leons, die in de oorlog de schuilnaam Nico had, nog een laatste keer naar Nieuwlanden. In de nu volgende documentaire van Anton van der Neut ontmoet hij oude bekenden, haalt hij herinneringen op en bezoekt hij plekken die op hem een onuitwisbare indruk hebben gemaakt. Max Leons, nog één keer terug in Nieuwlanden. Ken je me nog? Ja, gewoon een geweldige man is het. Echte vriend. Het was voor mij een groot feest om in Nieuwlanden te zijn. En jullie allemaal te ontmoeten. Ook de zogenaamde jongere generatie. Je moet maar niet in de spiegel kijken. Maar jullie zijn wel nog de jongere generatie. Ik hoop dat alle mensen in Nieuwlanden het heel goed zal gaan. Dat is iets wat ik eigenlijk iedereen in de wereld gun. En net zo goed dat ik zeg, het belangrijkste en waar ik eigenlijk mee wil stoppen. Ik hoop dat het iedereen gegeven is nog vele jaren aan deze dag terug te denken. En wel in vrijheid, gezondheid, vrede voor ieder. Dat wou ik zeggen. U luisterde naar Max Leons, nog één keer terug in Nieuwlanden, gemaakt door Anton van der Neut. De documentaire kwam mede tot stand dankzij Jan Giethoorn van Plaatselijk Belang Nieuwlanden, de familie Leons en betrokkenen uit Nieuwlanden en omgeving. Het boek Mitswa en Christenplicht van Max Leons en Arno Douwers is uitgegeven bij Gibbon Uitgeefagentschap. Max Leons legt vanavond tijdens de dodenherdenking een krans bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. En komende donderdag komt Max Leons naar de bibliotheek in Hogeveen voor de presentatie van zijn boek. Hier bij Radio Drenthe. Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van oorlogsgeweld. Op 5 mei vieren we onze vrijheid. Iedereen. Ieder jaar opnieuw. Want vrijheid maak je met elkaar. Hier, in Hooghalen, liep in de oorlog een spoorlijn. Het was een aftakking van de lijn Zwolle-Groningen. Het zijspoor werd in november 1942 in gebruik genomen, toen de aanvoer van gevangen genomen Joden uit het hele land op een hoogtepunt kwam. Voor die tijd legden gearresteerde Joden de 5 kilometer van het station Hooghalen naar het kamp lopend af. De omgekeerde route, naar uiteindelijk de gaskamers, verliep op dezelfde wijze. Anders dan nu was het een kale vlakte, wel met de Meeuweplas. Bij de ingang van het voormalig kampterrein wordt het einde van het spoor gemarkeerd door 2 bielzen,
Met daartussen een grote zwart-wit foto van een lange rij gevangenen die het kamp intrekt. Aan de andere kant toont een foto een vertrekkend transport naar Duitsland. 97 transporten zijn er geweest van kamp Westerbork naar de Duitse vernietigingsindustrie. Vorig jaar zijn vergrotingen van afscheidskaarten geplaatst. Bijvoorbeeld deze. Liefste lieveling, nu staan we op de weg op de trein te wachten. Het heeft zo moeten zijn, schat. We gaan met opgeheven hoofd en de moed erin. Van hier zijn meer dan 100.000 Joden gedeporteerd naar vernietigingskampen. Slechts 5.000 van hen keerden na de oorlog in vrijheid terug. Goedenavond. En ook de marechaussee legt bloemen. Vanavond waren we in voormalig kamp Westerbork. Zoals oud-kampgevangene Fred Mouw zei, de ultieme plek om te herinneren en te herdenken. Morgen komt RTV Drenthe vanaf het Bevrijdingsfestival in Assen. Daar staan we stil bij wat vrijheid betekent. Goedenavond. Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van oorlogsgeweld. Op 5 mei vieren we onze vrijheid. Iedereen. Ieder jaar opnieuw. Want vrijheid maak je met elkaar.